Nou, hallo allemaal. Alweer de laatste uurtjes in de boshut. Ik sta midden in de wind, maar ik wilde jullie graag even mijn oprijlaan laten zien. Achter mij. Mijn eigen oprijlaan naar mijn boshut toe. Om maar aan te geven dat het voor iedereen mogelijk is op een gegeven moment om in een huis te komen met een oprijlaan. Nee, dat is natuurlijk een grapje, maar waar het om gaat is dat mijn boek gaat over leiderschap door de ogen van de ziel. Ik vertel nog niet de titel, maar heel in het kort wil ik jullie meegeven dat leiderschap door de ogen van de ziel erom gaat. Dat op een gegeven moment kom je op je juiste pad terecht. En op dat pad kan je komen als je gewoon eerlijk bent naar jezelf en als je bereid bent om oude ballast los te laten. En als je bereid bent om op een andere manier naar uitdagingen te gaan kijken. En vooral ook op een andere manier met je uitdaging omgaan. Nou, dan kom je op een pad waarin het nog steeds niet vanzelf gaat. Maar waarin je wel merkt dat bijna alles mogelijk is. Omdat je dan enorm gesupport wordt door mensen om je heen. Door toevalligheden die allemaal in je voordeel werken. Door mooie kansen die op je pad komen. Die opeens ook voor je mogelijk gemaakt worden. Er gaan dan echt deuren open die voor andere mensen misschien dichtbleven. Maar vooral die eerder voor jou dichtbleven. En ik ben ervan overtuigd dat ieder mens in staat is om zijn mooiste leven echt te creëren. Door simpel een paar veranderingen toe te passen. Nee, dat zeg ik. Het is niet simpel, maar wel om... Wat wel simpel is, is op een gegeven moment dat je daartoe besluit. En als je dat op een mensenleven bekijkt, en dan heb je misschien een paar hobbels te overnemen die enige tijd in beslag nemen. Maar op een mensenleven is dat heel klein en is dat, ja, is dat gewoon heel waardevol. Daar gaat leiderschap door de ogen van de ziel over. En daar gaat ook jouw leven over. En nou ja, ik ga dat boek later in dit jaar verder schrijven. Zo rond juni pak ik dat weer op als ik terugkom uit Nepal en Tibet. Want dat wil ik ook zeker die ervaringen meenemen in mijn boek over leiderschap door de ogen van de ziel. Dus ik hoop dat jullie dat een beetje blijven volgen. En dat jullie er heel nieuwsgierig naar zijn waar dat boek nou werkelijk over gaat. En in de tussentijd, maak mooie stapjes, hè? Maak mooie keuzes, gezonde keuzes voor jezelf. En geniet enorm van het leven. Zoals ik hier enorm geniet van mijn mooie oprijlaan. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en tot gauw. Nou, dat is toch mooi, hè? Doeg!